Vanmorgen gaan wij praten over de pensioenen in Suriname. Want uh, de vakcentrale C47 organiseert binnenkort in de maand april een seminar. En uh, tijdens dit seminar gaan ze praten over onze pensioenen. Want Isabique Ba ons, maar de pensioenen de maandag eroderen. De maapensioen, de not noting, de not marokko 40 jaar, 50 jaar, 30 jaar naar een bedrijf. En na uh, die mm -hmm. ontwikkelingen the voor economia, dan zoals so mij voor GOLU, 10 golu 10 SRD-pensioen. En de vakbeweging wil gaan praten met deskundigen hierover. En ze so willen met uh, oplossingsmodellen komen om um, toch. Om um, de pensioenen veilig te stellen, waarde vast te maken. En uh, mevrouw Claudette Etnel, van de weinige um, vrouwen in haar vakbeweging in uh, Suriname, is hier om een beetje uitleg of informatie te geven over dit seminar. Van je kan doen mee, van je kan leveren je bijdrage. Mevrouw Etnel, welkom bij ons. Dankjewel. Ja, Goedem goedemorgen, ja. kijkers. Bent u gezond en wel wakker geworden? Helemaal met Gods genade. Amen, met Gods genade. Het nieuws van de dag, mevrouw Etnel. Olieprijs cream baga. Boy, ik zeg het je hoor. ik denk ze net. Ik heb een baardje in mijn zakken. een man tank. Mm. En dat toch niet door een halve tank. Miko mm. En dat de rokoma op de belly. De belkeba. Takifori, ik wil het Echt wel, echt wel. Ik weet het. Het, uh, het gaat ieder aan. Het is moeilijk. Het is een moeilijke tijd. En voor ons natuurlijk een um, uitdaging weer om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Want het zal niet een makkelijke onderhandeling zijn, deze periode. En ik denk dat we ook andere strategieën zullen moeten toepassen als het gaat om de primaire voorwaarden, de salarissen. Ik denk dat we niet over een jaar gaan kunnen praten, over een... X percentage. We zullen het in fases moeten doen. Ja. Uh, u bent van C47? Ja, ik ben de ondervoorzitter. Ondervoorzitter? Vele hmm. mensen weten biggiebos. dat niet. Nou, ja, Ik Nou, je kan geen Biggie boss of va. Uh. Ondervoorzitter, je dan Dange. Voorzitters, I want see, ja zo. En natuurlijk de rest van het dagelijks bestuur. Ja. Maar het is een uitdagende tijd voor de vakbeweging. Hè? Zeker weten. Want om. Uh, um, uh gaan onderhandelen elke keer met uh, de werkgever is uh, hoofdpijn. echt wel maar ik moet wel snel snel toevoegen dat sommige werknemers wel ook een willing zijn om zelf met voorstellen te komen naar ons toe omdat ja ze weten ook dat de schoen heel erg winkt bij hun werknemers en een werknemer dat niet prettig in zijn veld zit, niet prettig aan het werk komt, gaat ook niet kunnen produceren. En voor die werkgever is dat ook niet goed, want hij moet produceren. Ja, ja. De president heeft enkele maatregelen aangekondigd om de koers te betugelen. Ik denk 47, als Balukuluku, Arki... Um, heeft de vakcentrale geloofd erin dat een, uh, het uh, voor deze keer gaat lukken? Wel, dus uh, laten we het zo zeggen. We hebben geluisterd naar de president in de Assemblée, uh, eergisteren nog. Yeah. En uh, we hebben ook gekeken naar de punten. We zijn er nog niet bij ingekomen omdat we druk bezig zijn met uh, dit seminar dat volgende week van staat gaat aanstaan, de zondag. Maar we hebben alvast een beetje gekeken wat en hoe. En ja... Uh, ja, het stemt ons niet geweldig, maar we komen daarop wel zeker terug. Ja, want tijdens de Assemblée van de Arbeid, Masra Berenstein heeft een duidelijke boodschap gestuurd naar de president. Hij vanaf 47, wij gaan niet meedoen aan die nationale dialoog, want we hebben al een document gestuurd naar de president, waarin alles staat vervat, dus uno, doe mee. Klopt. En jullie blijven nog steeds op dit standpunt? Ja, nog steeds op dit standpunt, zolang we niet zien dat wat wij hebben gevraagd inderdaad bewilligd wordt. Of dat er eens in die richting naartoe gesproken wordt. Ja. Want dat hebben we nog niet gemerkt. Ja, oké. Okay. We gaan naar uh, het seminar toe. Het seminar gaat zich focussen op de pensioenen in Suriname. Ja. Samen zijn er alleen pensioenen. Wel, de pensioenen tegenwoordig. De mensen, dus los van A, ah, als salaris naar gereeld. Dat is mij bij voor de pensioen. Net wat je zei, de mensen komen niet uit. Als we omzetten in dollars tegenwoordig, is het 30, 60 dollar dat je verdient aan pensioen. Wat ga je daarmee doen nee. als gepensioneerde? En dan moet je geen kinderen hebben. Je yeah. bent alleenstaand. Dus wij hebben gezegd nee, we gaan kijken want er wordt aan de bel getrokken en natuurlijk wanneer je ook verder gaat kijken bij de onderhandelingen dan zie je ook dat sommige werkgevers gewoon waar er een pensioenfonds is in het bedrijf geld lenen bij het pensioenfonds volgens de nieuwe wet 2005. Laatste wet dan, um, staat er dat je tot 10% mag lenen. Ja. Maar we zien dat sommige werknemers die kwamen langer lenen, want ja, ze krijgen geen subsidies, ze hebben geen productie, ze hebben geen inkomsten. Dus ze lenen maar bij de pensioenfondsen. Met die verstande dat de pensioenfondsen dan leeglopen ja. of leeg raken. Ja. En wat gebeurt er dan met de gepensioneerde als hij gaat voor zijn pensioengelden? Er is niet gestoord. Er is niet gestoord. Dus dat is een van de redenen waarom we zeggen van nee. En natuurlijk het waarde vastmaken van de pensioenen. Want dat is ook zeer belangrijk. Ja. Want tegenwoordig dat zie je niet. De koersen die stijgen, de koers die stijgt. Inflatiecijfers liggen er niet om. Koopkrachtversterking. Dus we moeten gaan werken aan onze pensioenen. Want straks zijn wij ook met pensioen. Ik ben al met, ik ben al. Dichtbij. Uh, nee, nee, nee. Met de 60 plus kan, maar ik ben nog niet gepensioneerd. Oké, oké, oké. Ja, dus een, uh, maar dit vraagstuk, het is essentieel om over dit vraagstuk te praten. Ja, tuurlijk wel. Want ik weet dat ik, mevrouw Etnel, de Rocobasi, de man, de man, de man, de man, de man, de man, is stort voor de bagaan, dan de man, de Tuurlijk, en dat nou is de man, de 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 en um, ook de Jesitak-Arol de Centrale Bank bijvoorbeeld. Want je, je klaagt bij de Centrale Bank. Ja. Maar die reageren niet en die ook doen eigenlijk ook niet. Dus ja. het is tijd voor de vakbeweging dat we nu komen praten daarover. Want hoe dan ook, mensen gaan met pensioen en de mensen zijn al met pensioen en ze klagen. En zelfs bij de overheid die zo'n goed pensioen had, zie je ook dat er problemen zijn. Ja, Maar mag dat wel dat uh, werknemers gebruiken? Uh, mogen maken van uh, de gelden die zijn uh, opgebouwd in de verschillende fondsen. Uh, het mag wel dat de werkgever gebruik mag maken, maar tot een bepaald percentage. Dat zei ik net. Tot 10% mogen ze lenen. Maar we zien dat ze niet eens naar die regelgeving kijken. Ze gaan maar aan het doel door. Ja. En kijk, bij een pensioenfonds is het voor je later, dan um, moet het weer, oude dag. Ja, ja, ja. Je hebt hard gewerkt in het bedrijf. Het bedrijf Café, je Proco, het Chara-bedrijf Guadalupe. Dan moet je ook kunnen genieten van een goede pensioen, vind ik. Ja. Want uh. een pensioen zou ik iets doen, ik bedoel. Sommige mensen komen helemaal niet uit, dat is wat je zegt. Ja, en de Centrale Bank van Suriname moet is degene zich houden dat de mannen overschrijden een percentage voor 10%. Juist. Hm, en dat gebeurt niet, want. Nee, en daarom bij het seminar dat komt, gaan we hierover praten met uh, verschillende stakeholders. We hebben ook um, actuarissen erbij. We hebben um, de governor van de Centrale Bank uitgenodigd om een uh, woord te richten ook, als opening. En um, dat is de om aan te geven: van hé, let op, je hebt een belangrijke rol te vervullen bij dat van de pensioenen. Nee. Want dat merken we niet. Ja, dus eigenlijk de centrale bank moet de pensioenen veiligstellen en Tuurlijk. En dat is wat we willen. En natuurlijk binnen de pensioenfondsen, de mensen die meedoen allemaal aan dit seminar, zitten ook de stakeholders en de stakeholders dat zijn wij, de werknemers vertegenwoordigd binnen zo'n pensioenfonds. Je hebt natuurlijk de actuarissen, je hebt de pensioen, uh, ik ben even kwam even niet op die naam, maar de mensen die daarmee belast zijn, zitten allemaal in zo'n pensioenfonds. Dus het wordt tijd dat we ook gaan kijken van. Hoe draait zo'n pensioenfonds? Wie zitten er allemaal in? Wat zijn hun taken? Wat moeten ze doen? Hoe gaan we dit allemaal aanpakken en tackelen? Want dat is ook belangrijk bij dit seminar. En, um als je kijkt, het is groot opgezet. Mm -hmm. We zien dat de uh, bonden zeer geïnteresseerd zijn. Yeah. Zelfs bonden die niet zijn aangesloten bij C47. Yeah. Uh, het is een Ravaxuur ding. Yeah. Uh, C47 heeft de lied, dus iedereen is welkom van de andere bonden. Ze hebben de uitnodigingen ook. Dus we wachten en we kijken wat het wordt binnen Ravaxuur. Wanneer ze hun mensen ook toelaten om mee te doen. Mensen die bijvoorbeeld een pensioen hebben. Als we kijken naar bijvoorbeeld de mensen van de CLO, die vallen onder... Overheidspensioen. Ja. Dus die gaan misschien niet participeren. dat is meer de particuliere sector dat nu aan tel is. Alles bij de uh, overheidspensioenfondsen uh, hebben we zulke uh, problemen. Nou, ze, niet. Hebben, ze hebben ook hun dingen dat ze misschien niet op tijd uh, de pensioenen ontvangen. Um, Willem, mevrouw worden was er altijd bij um, om te vechten voor de mensen, natuurlijk. Helaas, ze is er niet meer. En. Um, ik denk dat daar misschien de uh, overheid zal moeten inkomen als het gaat om de koersontwikkeling. Ja. Dus ik denk ook dat op den duur zij ook geen problemen zullen komen. Ja. Zijn er uh, mensen van ILO ook ja uh, Jawel, de ILO, er komt een, een, een specialist van de ILO. Ook van de FNV, de Nederlandse vak, uh, Federatie van Nederlandse Vakverenigingen, komt er ook een specialist. Dus we hebben het echt breed genomen om te kijken: van gaan meten en kijken hoe is het verder? Hoe gebeurt het buiten ons? Wat moeten we nog doen? Moeten we het wiel weer gaan ontdekken? Hoe gaan we het uh, allemaal aanpakken? De ILO was er helemaal. Uh, Happig voor, de FNV ook. Ze hebben ons ook een deels gesponsord en zij geven ons ook de expertise mee. Dus los van de sponsoring, ook de expertise komt mee vanuit de ILO en vanuit FNV Nederland. En we zijn daar heel blij mee en samen kunnen we een her wiki wat tabraas afstoten natuurlijk we over mensen assemble kwam gaat ze nee het moet goed in depth besproken worden alle details moeten we gaan bekijken we gaan die wet ook weer eventjes onder een vergrootglas plaatsen en kijken van waar zijn de mazen en wat moet er gebeuren het is de bedoeling we hebben ook de assemblee voorzitter uitgenodigd dat is natuurlijk een tripartiet overleg, zaken besproken zullen worden en aangepast moeten worden. Komt er een nieuwe wet of een wetswijziging, dan gaat dat moeten gebeuren. En het seminar, wat is de datum? De datum is, uh, staat de zondag met de opening, aanstaande zondag 2 april tot en met uh, 5 april. Het is de bedoeling ook dat um, de president zou openen, maar helaas kon hij niet. Dus de minister van Arbeid gaat, dat, uh, gaat de opening verrichten. En het is een Unasat gebouw, achter het gris daar aan de straat. En we zijn er dan van s morgens de hele dag tot s middags. Zonder manting Nee, zonder bacana. bacana. Na okay. opening. Na opening, ja. En. Omdat vanwege de mensen, ze moeten ook terug, want het is pas. Ja, ja. En de mensen willen er natuurlijk met hun familie zijn. Dus ze hebben ze Opening zondag. Ze zijn er twee workshops en dan gaan ze weer weg. En uh, is de toegang uh, um, vrij voor iedereen? Nee, de toegang is niet echt vrij voor iedereen. De toegang is wel voor de. Um, Vakbonden. Ja. En voor de uh, vertegenwoordigers van de vakbonden binnen de uh, pensioenfondsen. Mm. En natuurlijk ook voor hebben we ook een uitnodiging gestuurd naar de actuarissen. We hebben uitnodigingen gestuurd naar de mensen die zich bezighouden met de pensioenen En het wordt groot. Want los van die workshop heb je dan ook een roundtable waar alle deskundigen zullen zitten, inclusief die van de ILO en de FNV, met de actuarissen erbij en de mensen die bezig zijn met de pensioenen. Ja. Dus het is echt groot. Is, is, Oké, okay. ja. mooi. Maar dus Niemand kan zich meer registreren. Nee, de hoofdzaak is wel uh, dat uh, de outcome naar iedereen toe vertaald zal worden. Dat is wel de bedoeling. Maar, mama, we gaan zien dat als we een seminar dan. we een oplossing komen dat. dis massa-pension. lag helemaal. Oké, zo. Want we, je hebt echt mensen die tien SRD uh, verdienen en dat soort dingen. Yeah. Dat is de bedoeling. En het is 47 jaar georganiseerd. Want we zijn niet uh, alleen naar de vingerwerk. Nou, nah, direct. Alles moet ik kan en kruiken zijn. Aan wet moet in place. We moeten kijken hoe gaan we gaan doen met die um, arme mensen zoals jij dat hebt. Hoe ver staan ze? Wat gaan we voor ze doen? Dus dat uh, is de bedoeling. En we tegen de deze Rokobasi. Zijn de store de Nou ja, en toen zal ik je zeggen: er zijn een paar werkgevers die gevraagd hebben om ook te mogen participeren. Aan uh, dit seminar. We hebben een paar die bij de bonden bij ons zijn aangesloten. wel toegestaan bij de opening. Ja. En bij de workshop krijgen ze natuurlijk wel van ons. Uh, zo'n handout of zo'n resultaat. dat uit de workshop is voortgevloeid. En misschien dat er een vervolg zal zijn. met deze werkgevers. Want natuurlijk, als je kijkt. binnen de vakbeweging is het altijd. dat de werknemers. meer up-to-date zijn. als het gaat om wetten. vakbondswetten en dat soort dingen. Maar aan werkgevers leven niet. Want de meeste werkgevers komen uit de politiek daar zitten ja. en hebben geen enkele know-how van arbeidswetgeving, alle soorten, pensioenen. Dus misschien moet er ook een awareness voor die directeuren komen. Dank u wel, mevrouw Ernel. U heeft alles uitgelegd. Ik denk het wel. Dus ik uh, zou zeggen: van 2 tot en met 5 april laat men het volgen. Ik hoop dat de pers ook aanwezig zal zijn om een verslagje te doen. In het Onassat-gebouw hebben we dan de urgente maatregelen van pensioenen voor werknemers in Suriname. Dankjewel, mevrouw Claudette Etnel, ondervoorzitter van C47. <laughs> Graag gedaan. Ja, yes. Daar heeft u het ook gehoord. Vakbeweging ook over de pensioenen in Alkondredja. Want als een niet meer mooi zijn, ze pensioenen. En de rokobasi, op bassi. Ze gaan in naar de wettelijke regelingen. En bepaalde sma pensioen sakken helemaal. In feite, als je mijn pensioen stort, als ze mijn, mijn, mijn mooi mondje. as men make sure a month you want as man I want go pay the money and in a mark pay 10 SRD out of pay automatic but at the belong a rate from two go look go arky pers or the drape for do for slag